Elke dag opnieuw sta ik op als de meest gehate man in België. Welkom allemaal, Small Shaft, what it do? Bij een gloednieuwe YouTube video. Vandaag gaan we een reactie doen of reageren op haatcomments die ik krijg op TikTok. Het is eigenlijk kind of funny, want sommige mensen overdrijven echt wel. Ik weet niet in hoeverre dat ik ermee ga lachen, maar misschien gaan jullie het echt wel grappig vinden. Dus we gaan er ook gewoon meteen in vliegen. Ik ga ook geen tijd verliezen aan intro talk. Maar ik wil jullie wel sowieso al zeggen, bedankt om mij te supporten, guys, en om achter mij te staan in deze moeilijke periode. Zoals meesten onder jullie wel weten, de haat op mij is begonnen omdat ik een video had gemaakt waar dat ik had gezegd, Belgen of blanke mensen hebben veralgemenigd. Hey, blanke mensen, jullie moeten stoppen met spelen met mij, man. Jullie hebben niets meegemaakt in jullie jeugd en dat jullie thuissituatie, dat is allemaal Gucci, man. Jullie ouders hebben jullie nog nooit iets verkeerd gedaan, man. Thank you, man. Yo, jullie komen thuis na een slecht rapport. Jullie ouders maken dat goed met cinema en zo. Luister, cinema. Man, jullie maken iets kapot en Osso. Die avond, diezelfde avond, ouders kijken op IKEA voor die volgende meubel te gaan halen en zo. Jullie spreken hen tegen. Maar die gaan gewoon zeggen, ga naar uw kamer. Met de stem van Natalia. Ze zei, over wat zijn jullie aan het praten? Maar jullie hebben niets meegemaakt in jullie leven, man. Niets. Maar jullie werden niet geslagen toen jullie klein waren, man. Wow, yo, jullie hebben echt geluk, man. Het was een grap, maar sommige mensen hebben het zeer serieus genomen. Nog nooit van mijn leven heb ik meer comments gehad dan likes. Letterlijk. Het is zo erg dat zelf iemand in de comments meer likes heeft op zijn reactie in de comments dan mijn likes op de video. Besef, die video heeft 3407 likes. 3497 comments. Like, bro, that's insane. Ik zeg natuurlijk ook niet dat dit correct is wat ik heb gedaan, maar het is ook niet racistisch. Like, snap je? I was joking. Dus ik wil dat gewoon zeggen. I was joking. Nogmaals, om te zeggen, dat was misschien niet correct om te zeggen dat, om iedereen over dezelfde kant te trekken en te zeggen van, ja, kijk, die hebben allemaal niets meegemaakt. Maar we weten allemaal zo goed als grotendeels van blanke mensen, Belgen, witte mensen, hoe dat jullie ook willen genoemd worden. Jullie hebben niks meegemaakt. Snap je? Maar anyways, dus we gaan naar de comments. En daar zegt iemand, dus die heeft meeste likes zelfs. En daar zegt hij, voor alle duidelijkheid, dit is racisme. Dit is geen racisme. Dit is helemaal geen racisme. How in the fuck is dit racisme, man? Like, someone explain me. Explain me, man. Ik snap het niet. En daaronder zegt iemand, bro, ik ben zwart. Maar ik kan jou echt niet respecteren. Je praat constant slecht over blanken en je klaagt dat je haat krijgt. Je oogst wat je zaait. De volgende guy zegt, ik denk dat je ma je meer koeken gaf dan slag. That ain't true. Ik heb de biggest ass whoopings van mijn leven gekregen. Maar like that ass, ik heb de... Yo, ik heb de zotste ass whooping dat ik heb gekregen voor geen reden was letterlijk... Vroeger toen ik jonger was, maakte mijn moeder altijd zo mijn kleren klaar. En dan koos zij wat ik ging aandoen. En er was deze ene keer dat ik een jeans moest aandoen. Maar die jeans was eens een beetje net te strak en shit. En ik vond hem ook niet mooi. Dus ik wou een trainingsbroek aan die naar school. Dat was lagere school toen. En ik heb hak gekregen op mijn voorhoofd. En ik had een big ass bult waarmee ik naar school moest gaan en shit. Like, dat was echt tough, man. Dat was crazy. Guys, Big Daddy. Ik ben gewoon Big Daddy. Hier hebben jullie dus een paar comments van meegekregen van wat dat mensen zeggen en denken. Ik denk dat ik van deze video ook sowieso een deel 2 ga moeten maken, want ik ben trending. Oké, guys, ik ga eerlijk zijn. Ik ben er niet trots op hoe dat ik trending ben nu, maar ik ben trending. I'm trending as fuck. Dus ik ga gewoon naar TikTok, dan typ je gewoon in Daddy Smalls en dan gaat je naar video's die gemaakt zijn op mij. Ja, kijk, we hebben een van mijn... Ik wil hem geen hater noemen, want hij is geen hater uiteindelijk. Die guy vindt me fucking nice waarschijnlijk, maar pause. Aangezien dat hij ook gay is en zo. Maar pause! Dus, hij heet Black Swag. En hij is zo irritant. Black Swag is zo irritant. Like, hij blijft video's maken op mij. En dit is zijn recentste video dat hij heeft gemaakt op mij. Kan niemand zeggen tegen Daddy Smalls dat hij moet stoppen met mijn vloerstip te spelen om zijn haar mee te kleuren? Ik heb volgende week examens, ik heb die vloerstip nodig. Give it back! Besef, dit vinden mensen funny, hè. Dit is grappig. Dus dit was Black Swag. Kijk, yes, man. Yo, jullie komen thuis na een slecht rapport. Die ouders maken dat goed met zien. Pita. Je hebt gelijk. Bro, ik heb nu mijn ouders met een rapport laten zien, bro. Oké, never mind. Ik ga niet naar school. Misschien moet ik toch even dag gaan zeggen tegen mijn ouders.
Nevermind, dat is echt, ik vind dat oprecht echt super raar, man. Maar kijk, we gaan gewoon verder. Ik wil eigenlijk, ik wou hier al lang op reageren, dus ik ga gewoon kijken naar de, ik ga een soort van try not to laugh proberen doen, maar ik ga waarschijnlijk toch niet lachen, cause shit ain't funny. Shit ain't funny. De rest, shit ain't funny. Hey, blanke mensen, jullie moeten stoppen met spelen met mij, man. Jullie hebben niets meegemaakt in hun jeugd. Hoezo, niks meegemaakt in jullie jeugd? Man, hoe kan je dat nu weten bij helderziend of zo? What the fuck? Guys, I was joking. Hey, blanke mensen, jullie moeten stoppen met spelen met mij, man. Jullie hebben niets meegemaakt in hun jeugd. Oh, baby. Let me sit down for this one. No offense voor jou en jouw traumatische kindertijd, maar ik ken genoeg white parents die hun kind in elkaar zouden slaan als ze een sigaret in hun handen zien. Of omdat ze de tafel slecht hebben gedekt, of omdat die een slecht rapport hebben gehaald. Dat heeft echt niks te maken met hun huidskleur, heeft te maken met hun opvoeding. Don't get me wrong, ik begrijp dat hij nog steeds elke dag racisme meemaakt en dat hij nog steeds elke dag vuil benadeeld wordt omdat hij gewoon een andere huidskleur hebt. Facts! Maar niet zo, man. Als jij met mij over Black History zou hebben of Black Lives Matter of wat er ook allemaal is. You got my full attention. En ik zou je nog gelijk geven ook, want you guys have been through some shit. Maar white people in kortjes steken gaat echt niks helpen. Maar ik... By the way, ik zou ook wel een klap tegen mijn hoofd krijgen van mijn vader als ik hem tegenspreek. Of als ik hem vaas kapot sla. Of als ik om 3 uur 's nachts thuis kom. Dat heeft echt niks met white people te maken. Maar ik... Ja man, she right. Ik snap je, ik wil hier niet... Ik wil hier niet te veel, maar we gaan verder. Blanke mensen, jullie moeten stoppen met spelen met mij, man. Jullie hebben niets meegemaakt in je jeugd en dat je niet... Jullie... Wow! Ze heeft een 6ix9ine hoodie aan. Ze heeft een 6ix9ine hoodie aan. Alles? Zes wanneer zijn alle Belgen blank? Hé, hey, blanke... Sinds wanneer zijn alle Belgen blank? Als ik zeg Belgen dan... Allee, woelaf! Kom op, man. Kijk, weet je wat dat ding is? Als wij niggas, like wij buitenlanders, whatever, spreken over Belgen, dan weten wij onder elkaar over welke soort mensen dat we aan het praten zijn, snap je? Dan weten wij onder elkaar van, ah ja, we hebben het over white people, we hebben het over blanke mensen. De volgende is van Kitty Princess. Mij met hun mening over de situatie, maar ze weten gewoon dat ze views gaan halen. Dus hij zegt mensen met zijn huidskleur maken duets en hebben een andere mening als hem om support te krijgen. Waarom ziet ze er zo eng uit? Gewoon bekjes toehouden, dat is gewoon echt gewoon het beste. Bekjes toe. Waar gaat er gewoon in je hoofd? Andere mensen begonnen en andere mening is u. Uw mening is niet een feit. Dat heb ik al 10 keer gezegd. What the fuck, man? Het is niet omdat iemand met dezelfde huidskleur niet... Dat heb ik al 10 keer gezegd. What the fuck, man? Oh, ik ben zo boos op je, man. Eens is wat je zegt dat hij dat alleen maar doet om de blanke mensen en... zijn kant of haar kant te hebben. Dat is gewoon bullshit. Je moet gewoon beseffen dat de feiten dat jij wilt maken gewoon niet correct zijn. En dat jij bullshit praat. Klaar. Dat is gewoon al. Oké, dankjewel Kitty Princess. Appreciate it though. Oké, guys. Ik ga het hierbij laten. Vonden jullie deze video leuk? Like, deel, abonneer. En volg me op Instagram, volg me op TikTok. En als je echt vindt dat ik een racist ben, like... Oké, okay, cool, whatever. Maar ik ga waarschijnlijk een deel 2 maken. Dit was gewoon een deel 1. Want er zijn letterlijk 200 video's meer over mij gemaakt op TikTok. Ik heb gewoon de meest trending genomen die er zijn. En ja man, dat is het gewoon man. Zoals ik altijd zeg, Smallshaft, ik hou van jullie. En gebama niggas.